Breda Nu. Je weet het meteen. Ook dit jaar is er op de Bredase evenementenkalender weer plek voor Breda Barst. 2 dagen lang ontspannen en feesten in een warm bad van verschillende artiesten in het Valkenbergpark. Wat vind je van Breda Barst? Skoulu gaan, dus lid kul. Skoulu lid. Zo geniet, ja, geniet, schrammen kans. Jij moet aan de kant. Wat ga je dan? Dit is gaande nog. Ja, superleuk man. Het is echt een leuk festival. Het is leuk dat het gratis is. Al mijn vrienden zijn er altijd. Soms ben ik er zelfs ook met mijn ouders of zo. Allerlei leeftijden maakt het echt een heel leuk festival, man. En wat maakt Breda Barst zo speciaal voor jou? Ja, er zijn zoveel, heel veel leeftijden, wat hij ook al zei. Heel veel kinderen ook. Waardoor je gewoon... Het is gewoon een en al verbintenis met elkaar, met die mensen. Een en al leuk eigenlijk. En heb je al veel bier op? Hé hey, maat, ik ben zo lam als een tientje, hè. Ik ben zo lam als een tientje, maat. En... Dus deze knal je ook even naar binnen. Wacht dan. Komt... Ja, ga je hem doen? Hij doet hem hoor, hij pakt hem. Hoeveel was hij? Heb je geteld? Hoeveel watten zei je nou? Let's go, man. Oké. Nou ja, dit kan ik nog redelijk aan. Nu, veel harder hoeft er niet te gaan. Yeah. Vinden we het leuk? Ja hoor. Oh. Oké, kom maar af. Ik ga dood, man. Wat vond je van de draaimolen? Saai. Saai? Vond je niet spannend genoeg? Wat vind jij wel leuk? Achtbanen. Nou, die hebben we hier helaas niet. En vind je het wel een leuk festival? Vind je het leuk om hier te zijn? Ja. Hou je van dansen? Nee. Hou je van zingen? Hou je van... Waar hou je wel van? K3? Nee. Niet cool genoeg? Hou je van school? Nee. Hou je van dieren? Beetje. Hondjes? Nee. Wel, dit is geen camera, maar dit is een vrouw. Wat zou je dan zeggen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Even kijken. Ja. Je hebt een mooie ziel. Heel diep. Ga naar school. Drink veel bier, fix veel chickies, en ja... Ga je eerlijk zeggen, die man is koninglid. Met wie ben je hier nu? Ik ben met mijn Mattie, met mijn broer, met mijn Mattie. Waar is die andere Mattie van mij? Ben jij Mattie van hem? Sowieso, ik ben zijn Mattie. Ik heb een beetje vodka op ook. Met wat heb je het gemixt? Energy. En is niet goed voor je? Ja, nee, maar het is niet goedkoop van Appie, dus dat is best slecht. Oh, dus een gratis festival komt voor jou wel uit? Ja, zeker. Niet veel geld of zo, weet je. Is dat de enige reden dat je naar Breda Barst bent gekomen? Ja, het is gratis. Welk festival zou je echt nog een keer heen willen? In Breda of? Overal de wereld. Tomorrowland. Ja. Waarom? Het lijkt me gewoon zo gaaf. Waar wordt Tomorrowland gehouden? Je zet ons zo verschrikkelijk. Ja, dat kan echt niet. Hoe vond je het om op Breda Barst te spelen? Ja, dat was echt heel vreed. Het is gewoon een hele eer om hier te mogen staan, zeg maar. Het is bizar hoe groot het is voor Breda ook, ja. De eerste keer hier is echt heel vreed. En is voor herhaling vatbaar ook? Ja, zeker. Als ik hier volgend jaar weer mag staan, dan graag. En voor de mensen die jou nog niet kennen, kan je jezelf misschien even introduceren? Ik ben Just Joe James. Vrij buiten ook wel. Ik maak energieke hip-hop, vooral hip-hop. Ik produceer zelf ook. Ik ben daarnaast ook filmmaker, dus ik doe eigenlijk heel veel dingen naast elkaar. En ik denk dat doordat ik het zo breed doe, dat ik een heel ander inzicht heb dan de meeste mensen eigenlijk. Breda Nu. Je weet het meteen.